komt aan en stopt. Majesteit, welkom op Scheveningen. Welkom in Den Haag. Uwe Majesteit, toen u aan boord ging van de Johanna Hogeraad en de God, heb ik tot God gebeden dat hij over u zou waken. En ik bad God ook u weer veilig terug te laten keren. Hij heeft mijn beden verhoord, Majesteit. Meer heb ik niet te wensen. Mijn ogen hebben genoeg gezien. Als de Heere mij nu tot zich wil nemen, ben ik bereid. Majesteit, van harte welkom. Mijn waarde van der Duin van Maasdam. Wij zijn zeer leeg. Van Limburg-Stieren. Welkom in uw vaderland. Van Hogendorp, dank u voor uw komst. Oké, zang van Scheveningen Frisse Vrouwenkoor. Koor zingt, 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 zing maar eventjes iets. La-la-la-la-la-la. En dan mooi. Hoezee. De tekst van de prins. Ja, hier komt de prins. Geachte mensen, lees maar even voor, ik ken de tekst niet. U allen, mag ik u danken voor uw hartelijke en spontane ontvangst. Ik zal niet licht vergeten hoe ik hier in Scheveningen zo warm ben onthaald. Het gaat u allen goed. Mag ik u uitnodigen in mijn rijtuig plaats te nemen? Goed. Geef ze af, uitnodigd. Dank u wel. Dat doe ik het vaker. Ik doe het 40 jaar. Ja. Dus dat is niet de eerste keer. Ik ben natuurlijk beroepsacteur en beroepsregisseur. Artistiek leider van een toneelgezelschap. Dus het is mijn vak. Ja. En hoe vind je het om hier met de Scheveningers te spelen? Ja, een feest. Het is niet eens gelogen, maar er is bijna niks leukers dan om met amateurs en dan mensen die echt met hart en ziel zoiets maken en vanuit een traditie zoiets maken om daar aan mee te werken. En het is hun feest, het is hun traditie en het enige wat ik doe is vanuit mijn professie ze op onderdelen iets bij te staan. Want het is natuurlijk zo'n gigantisch project. Het is een toneel van 100 bij 200 meter. Er doen meer dan 700 mensen mee. Niet in 3 minuten er 600 mensen het strand op rollen. Dat moet je een beetje doseren. Die 700 mensen zijn in zeg maar 25 groepen ondergedeeld. En die 25 groepen, vissers, kozakken, Franse soldaten, cavalerie, Engelse soldaten, mensen bij de seinpost, adellijke dames, die zijn allemaal weer onderverdeeld in subgroepen. Dus ik heb iets van 80 groepjes die allemaal onafhankelijk van elkaar dat strand opkomen en allemaal hun eigen rol spelen op dat strand. Het is natuurlijk een historische geschiedenis, de overlevering van wat er die dag is gebeurd. Er zijn op onderdelen zijn daar via briefwisselingen en mensen die aantekeningen hebben gemaakt, is daar iets over bekend. Dus sommige teksten zijn bekend die mensen toen gesproken hebben. Aan de andere kant is het zo dat we niet helemaal historisch dat spelen. Want dan zijn er misschien 10 mensen op het strand en er komen 2 bootjes aan. Dan heb je het gehad. Van Hogendorp en van Limburg-Stuurman, zeg maar, het driemanschap was ook helemaal niet op het strand aanwezig. En in de Keizerstraat, van een van de 3, was er helemaal niet. Franse soldaten waren er in werkelijkheid ook niet. Dus we hebben eigenlijk de 2 weken voor de landing hebben we een beetje gecomprimeerd en laten dat allemaal op het strand zien. Met als enige feit die 2 sloepen die landen. En dat is ook echt gebeurd. En hij is ook op een nette kar is die van het strand naar de Keizerstraat vervoerd. En daar is hij overgestapt in een koets. Ja, want de soldaten gaan ook nog vechten? Ja. Nou ja, dat was natuurlijk vlak voor die landing. Daarom was er nog enig uitstel voor de prins echt kon landen. Hij zou oorspronkelijk in Den Briel landen, maar daar zaten nog te veel Fransen, dus dat was te gevaarlijk. En zo is hij naar Scheveningen gekomen. Wij laten toch nog iets zien van de laatste resten
van de Franse overheersing en de bevrijding eigenlijk, je maakt het moment mee, van de bevrijding van de overheersing van de Fransen en eigenlijk in het verlengde daarvan dat we van een republiek naar een constitutionele monarchie gaan. Hoe je er ook over denkt of naar kijkt als Nederlander, je maakt onderdeel uit van die geschiedenis. Zowel de koningsgezinden als de republikeinen hebben allemaal met dit moment te maken, met dit fenomeen. Hopen en bidden dat het zodanig weer is dat de sloepen echt vanuit zee kunnen komen. Het gaat sowieso door, maar het zou heel jammer zijn als de prins met een legervoertuig over het strand naar de locatie zou moeten komen waar die eigenlijk vanuit zee komt. Voornamelijk naar de Scheveningers. De toeloop is zo groot, zowel mensen die meedoen als mensen die komen kijken, dat in eerste instantie is het een Scheveningsfeest. Dat is ook mijn uitgangspunt. Het wordt door Scheveningers gespeeld, behalve Huub Stapel. Die mag bij hoge uitzondering meedoen. Wordt tijdelijk opgenomen in het Scheveningse. En Nederland en ook de overzeese gebieddelen en buitenland mag meekijken over onze schouders, over de schouders van de Scheveningers. Maar Scheveningers is bijna hetzelfde als de eilanders, Terschelling, Vlieland. Ze hebben een hele grote eigenheid, een grote trots ook. Ik vind het ook altijd fantastisch dat je woont in Den Haag en je woont op Scheveningen. En er is historisch gezien natuurlijk altijd al een haat-liefdeverhouding tussen Den Haag en Scheveningen. En de Scheveningen is altijd trots geweest op zijn Scheveningen. Wij vervullen dus de rol van de zonen van de velhebber van Scheveningen, Jacob, Harry en Daniel Broek zijn wij dan. Wij zullen te paard dan de prins begeleiden naar de Scheveningseweg. Richting de Keizerstraat naar de Scheveningseweg, vervolgens naar Binnenhof. En dat gebeurt allemaal te paard. Kan je goed paard rijden? Ik kan goed paard rijden. Het wordt geen probleem? Nee. Het is een paar keer oefenen en even kijken hoe de beesten op elkaar reageren. En dan moet dat helemaal overkomen. Oh ja, inderdaad. 1, 2, 3, 4. Ja, en dan hebben we in de rij toch 1 van Hogendorp, van der Duin, Maasland en Huppener. Dus daar zouden wij kunnen. Ik speel de rol van een adellijke dame die de dochters van de dominee, die naast mij staat, begeleidt. En wat we weten is dat hun moeder is overleden. Daarom zijn ze straks ook in het zwart gekleed. En hun vader, de dominee, zit in de gevangenis. Wij hebben gepast en hebben een grijs jurkje aan met zo'n grijze schort en wit mutsje, maar waarschijnlijk krijg je even een andere kleur schort, anders dan lijken we helemaal op elkaar. Zwaaien, daar gaat de prins en we zijn een koninkrijk, dat zeggen we allemaal niet, maar dat is wat er gaat gebeuren.